is de Belaaskerkhof van de gemeente Oudewater. Het ligt langs het oude lint Willeskop. Dat ligt tussen Oudewater en Montfoort. Vroeger was dit een zelfstandig dorp, is het ook niet, maar lintbebouwing. De gemeente Willeskop heeft samen met de gemeente Hoenkoop in 1875 het treintje aangekocht. Om een algemene begraafplaats te maken. Dat moest in die tijd, moest elke gemeente een eigen begraafplaats hebben. Het is gekocht voor een bedrag van 425 gulden in die tijd. En het is opgehoogd om goed te kunnen begraven. Het terrein was toen de tijd 700 vierkante meter groot. Er heeft een kapelletje gestaan achter op het terrein. Met een grindpad daar naartoe. En om het terrein heen was een beplanting van iep. Het terrein is tot 1959 in dienst geweest, algemene begraafplaats. En of er mensen begraven zijn, dat is eigenlijk het grote mysterie van het hele terreintje. Onderzoek van Landschap Erfgoed Utrecht laat wel zien dat het waarschijnlijk wel zo is. In 1907 is iemand verdronken op blokland. En uit de papieren van de gemeentesecretaris van de gemeente Willeskop blijkt dat die persoon hier begraven zou zijn. Het verhaal gaat ook dat hier een aantal kinderen in de Tweede Wereldoorlog zijn begraven. Maar het archief wijst niet uit dat er dus militairen liggen, wat sommige mensen ook wel denken. Het heet wel Belaarskerkhof, maar ook die Belaars, dat is niet zeker of die hier liggen. Tot 2005 is dit treintje in onderhoud geweest van Landschap Erfgoed Utrecht. In onderhoud of in opdracht van de gemeente Oudewater. Na die tijd is dit gestopt. Maar de gemeente Oudewater wil dit graag weer oppakken, omdat de trein totaal verwaarloosd was in die 5 jaar tijd. Dit is het hele terrein wat overgebleven is van de 700 vierkante meter die het ooit was. Het is dus niet zo heel groot meer. Er staat nog wel een haag omheen, zoals het in de oorspronkelijke versie ook zo was. De haag bestaat nu niet alleen meer uit Iepen, maar ook uit Meidoorn, Els en Es. En daarnaast staan er vooraan het Belaaskerkhof 2 kastanjebomen, die eigenlijk een mooie ontsluiting geven naar dit kleine terreintje. Hier achterop heeft een kapel gestaan, die nu helaas verdwenen is. Er hebben geen grafzerken gestaan, voor zover we weten. Het is toch wel kostbaar om zo'n terrein weer helemaal op te knappen. Dus, maar vanuit de gebiedscommissie Utrechtse Waarden konden we hier subsidie voor aanvragen bij de provincie Utrecht. En ook de gemeente Oudewater heeft wel een bijdrage geleverd aan het onderhoud. En de landschapsbeheerploeg van Landschap Erfgoed Utrecht heeft dit dan wederom opgeknapt. De hagen zijn gesnoeid, er is een nieuw hek geplaatst, de kastanjebomen zijn gesnoeid. En er zat een nieuw toegangshek. En zo kan het weer een aantal jaren mee. Binnenkort wordt ook een klein bordje geplaatst met erop de historie van het terreintje. Zodat bewoners en toeristen die hier langskomen fietsen weten wat voor uniek landschapselement het is in onze gemeente.